Ja, nou, dat dus. Zo, en ik ben nu bij mijn opa. Kijken. Oh, dat ben ik. En toen was ik weer thuis en ik ben alleen. Het is donderdag. En we zijn en mijn opa ligt nog weer bij mijn oma. Ja, nou dat dus. Ik ben mijn spullen aan het pakken. We gaan bij opa lunchen. En dan blijven we daar altijd nog even. Dankjewel. En ik heb er net al Sarah's spullen ingepakt. Want ik ga logeren. Ja, we gaan met mijn moeder. En Sarah gaat daar logeren. Dus dat moet allemaal mee. En ze gaat vanuit daar morgen naar zwemles. En ze komt naar zwemles terug. Dus ze gaat met oma. Dus alle zwemspullen moesten ook mee. Dus ik ben helemaal bepakt en bezakt om weg te gaan. En we hebben ook een pakje voor opa, heb jij ook bijgezet, hè? Ja. De gang, die had jij gedaan. Wil je dat niet doen, Sarah? En ja, de camera moet alleen nog in mijn tas en dan kunnen we naar buiten. Zo, en ik ben nu bij mijn opa. Kijken. Oh, dat ben ik. Dat ben ik. Ja. Op de film. En kunnen we dan ook samen op de film? Het is geen film. En wat is het dan? Vlog. Oh, op de vlog? Ja. Oh. Oh. Nou. Dan zijn we samen op de vlog. Ja. En wat doen we daar nou mee? Gewoon leuk iets leuks vertellen. Ja, en... Als je mij nog aan toe. Opa komt er niet meer uit. Gaat jouw mama dat nou in de vlog zetten? Ja. Ja? Ook dit. Nou. We zijn al bijna een minuut bezig, dus zullen we een beetje gaan praten? Waar zie je dat dan, dat we bijna een minuut bezig zijn? Wacht even, dat is aan de seconde. Nou, ja. Ik heb toch niet anders gedaan dan praten. Nou, mag jij nou wel eens gaan praten? Huh? Nou, opa. Ja? Vind je je kamer? Mag ik het laten zien, je kamer? Ja hoor. Oké. Okay. Dan beginnen we hier. Ja, hier een beetje de radiogedeelte van opa. Oh, je gaat de hele kamer. Ja, opa snapt het niet helemaal. Allemaal schilderijen. Ga je opa's huis laten zien? Ja. Oh. Dat is wel leuk. Je legt het mama altijd haar spullen neer. Lekker. Drie pakken. Kussens. Kussens. Hier weer nog meer schilderijen. Weet je wat ik dan doe? Nee, je ziet deze niet. Maar kijk. Wat zien we hier allemaal? De bruiloft. En kijk. Dit ben jij in opa's huis. Voor mij ziet toch. Wat heb je met opa gedaan? Wat wilde opa weten? Of ik in de vlog kom. Jij komt in de vlog, opa. Nou, dat vind ik leuk. Dat is leuk. Met mijn kind. Mijn kind. Met mijn achterkleinkind. Nou zeg, mijn kind. Ja. Mijn kind heb ik gemaakt, opa. Ja, Sarah. En toen was ik weer thuis en ik ben alleen. Sarah ging natuurlijk al logeren bij mijn moeder. Alleen Marco zou thuis eten, maar die liet ook al weten dat hij niet thuis eet. Dus toen ging even alles anders. Dus ja, toen moest ik alles opeens omgooien. En het eten wat ik had, nou ja, met z'n tweeën, of het was echt voor met z'n drieën. Met z'n tweeën ging nog wel. Maar ja, mijn eentje heeft geen zin. Dus ik heb snel iets eruit gehaald uit de vriezer. En dat ga ik zo even ontdooien in de magnetron. En dan doe ik even aardappeltjes in de airfryer erbij. Want ik zat te denken om wat te gaan halen, maar ik heb eigenlijk geen zin om de deur uit te gaan om eten te gaan halen. En bestellen, ja, kan ook, maar dit had ik sowieso nog in huis. Dus even kijken of er iemand vanavond iets niks te doen heeft, want ik heb geen idee ook hoe laat Marco thuis is. Ja, dan zit ik echt weer heel de avond alleen.
Maar goed, ik heb genoeg nuttige dingen te doen, hoor, niet daarvan. En nu, met alle herrie op de achtergrond, maar dat is mijn eten dat klaarmaakt. Dit ziet er heel raar uit, maar ik heb mijn kind beloofd om Pikachu eten te geven. Dus ik maak nu een foto en die ga ik naar de toesturen. Ik heb me even een trui aangetrokken, want ik heb het echt zo koud. Het gaat nergens meer over. Zo, heb ik een beetje licht. En ik had gekeken, aangezien ik onverwachts helemaal alleen ben, of er iemand was die ook tijd had. Maar iedereen heeft al dingen staan. Maar ja, dat is te verwachten. Of het moet ver gaan, maar daar heb ik geen zin in. Hoe ver te rijden. Dus ik ga mijn edits maar doen. Want net als gisteren met spelletjesavond, dan kom ik er niet naartoe. En de avond ervoor heb ik nog een vlog ingehaald. En die avond ervoor heb ik... Of nee, toen was mijn moeder hier. Toen heb ik ook niet echt mee geëdit. En die avond ervoor was ik ook laat thuis. Ik lig gewoon achter. Ik weet niet wat het is de laatste tijd. Je moet heel veel thuis zijn. En ik heb nog nooit zo vaak achtergelegen als de tijd dat ik dus meer thuis ben verplicht. Maar goed, ik ga eerst dat helemaal bijwerken. En dan ga ik gewoon kijken hoe laat het is en... Kijken of ik dan nog iets anders ga doen. Ik weet ook echt gewoon niet hoe laat Marco thuis is. Dus ik zie het wel. Ik heb het anders besloten te gaan doen. Ik heb nu de tweede vlog, moesten drie, die staat te renderen. Ik heb tegengezet en als die klaar is, ga ik gewoon lekker op tijd mijn bed in. Marco kwam het ook al thuis en die was heel vermoeid. Die is ook eigenlijk vrij snel naar bed gaan. En ik voel me best wel moe en... Voor mijn doen is het echt, echt mega vroeg. Dus ik hoop dat de computer zo klaar is. Maar dit is heel de tijd al. Klaar. Dus ik ga lekker naar mijn bed. Lekker op tijd. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen graag weer. Doei doei!